Jona, en het is vandaag vrijdag 8 december 2023. Ik heb vanochtend iets gedeeld van Russell Brand. Los van hoe je hem ziet, hij gaat in op de steken. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is en dat dat ook naar buiten komt. Hij heeft toch een vrij groot publiek wat hij kan bereiken hiermee. Dus dat komt ook weer naar buiten. En hij heeft het over een rechtszaak die is aangespannen in Texas. Over de claims die gemaakt zijn door een bepaalde fabrikant. Het begint met een P, dat heeft te maken met de steken. En dat ze helemaal niet zo effectief waren. En dat er dus veel te grote claims werden gegeven. Nou ja, dat weten we natuurlijk ook. Dat percentage werd steeds lager en steeds lager. Maar in het begin was het bijna volgens mij 90 of... nou, ik weet niet heel hoeveel procent effectief zou het dan zijn geweest. In ieder geval vond ik daar een artikel over en dat vond ik wel interessant. Het is van The Guardian, dat is natuurlijk de gewone media. En die brengen het eigenlijk al met die eerste zin al en de tweede helemaal. Dat er dus een rechtszaak is ingediend over de overdreven claims dus wat betreft de effectiviteit van de steek. En er wordt gelijk aangegeven dat dus dit dan de rechtszaak is ingediend. Ondanks de medische consensus, dus de medische overeenstemming, dat de steek dus bepaalde infecties voorkomt. Dat staat er als tweede zin in het artikel. Heel interessant. Dus ik wilde ook even kijken waar die consensus of die overeenstemming dan vandaan kwam. En toen werd ik geleid naar een pagina van de Mayo Clinic. Waarin je dus alle feiten kunt krijgen over de steek. Nou, dat is alleen maar positief blijkbaar. Dus ik had even gekeken, wat is de Mayo Clinic? Nou, dat is een soort non-profit Amerikaanse academisch centrum. Daar zijn een heleboel mensen ook, die zijn daarmee aan verbonden. We hebben het hier over 7300 physicians. Oh, ik kan... Deze week en uitspraken en zo, het is even wat het is, maar dat zijn doktoren en wetenschappers zijn eraan verbonden. Daarnaast nog 66.000 andere administratieve en gezondheidspersoneel. Dat is allemaal verdeeld over campussen, zeg maar. Dat is allemaal verdeeld over Amerika heen, volgens mij. Heel interessant, non-profit. Dus dat betekent dat ze dus gefinancierd worden. Ik kon niet zo snel vinden waardoor ze gefinancierd worden. Maar dit vond ik wel heel interessant. Het zegt ook eigenlijk gelijk iets over de Mayo Clinic, hoe ze erin staan. Ze waren dus tegen, dit is dan in het Engels, Keeping Nurses at the Bedside Act. Ze hebben dus gelobbyd tegen verplegers bij jouw bed te houden. Dus ze hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er dus minder verplegend personeel om je bed is. En ze waren ook nog tegen de Healthcare Affordability Board, zeg maar. Dus, dus dat het, hoe noem je dat, betaalbaar zou blijven. Dat zegt volgens mij wel iets over de insteek van deze kliniek. Ze willen dus zo min mogelijk personeel om je bed hebben. Verplegers om je bed, om je te helpen. En daarbij willen ze ook nog dat het eigenlijk helemaal niet betaalbaar is. Nou, wat ook nog wel heel interessant is, dat de CEO van de Mayo Clinic, dat is Gianrico Farrugia. En die is, nou ja, dat kan ook bijna niet anders als je even gewoon kijkt wat hij allemaal heeft gedaan. Is hij dus health governor van 2019 tot 2022 bij de World Economic Forum. Daarnaast is hij dus van 2022 tot 2023 co-chair of Global Health and Healthcare Governors. Dat is dus een soort medevoorzitter dus van die gezondheid. En ja, nou, ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar dat is ook van het World Health... World was het maar van het World Health misschien. Nou ja, uiteindelijk maakt het niet uit of het nou het World Health Organization is of de World Economic Forum, maar dat was ook bij de World Economic Forum. Dus daar zit hij helemaal bij. Die Mayo Clinic zit ook helemaal bij de World Economic Forum. En wat ik ook nog wel interessant vond, is dat... zal even kijken of ik dat snel kan vinden. Even kijken. Even, oh, dat kan ik natuurlijk uiteraard weer niet heel snel vinden. Maar volgens mij gingen ze ook iets opstarten. En dat vond ik eigenlijk ook heel interessant. Want ja, dat willen we natuurlijk ook. Een kliniek met... Nou, dus het is echt een beetje chaotisch. Mijn excuses daarvoor. Oh, hier. In september 2019, dus dat is september 2019, zijn ze samengegaan met Google...
voor healthcare innovation en cloud computing. Nou, wat dat precies is, cloud computing, geen idee. Maar dit gaat dus om de gezondheid en innovaties in de gezondheidszorg. En Google plan to open its facility. Dus er komt een soort vaste faciliteit in van Google in Rochester, Minnesota voor de Mayo Clinic. Dus dan gaan ze samen met Google. Wat kan daar misgaan? Nou, helemaal niets natuurlijk. Goed, zo zitten ze er helemaal in. Dus die zijn degene die dus bepalen dat die steek wel effectief is. Ik ben ook heel benieuwd wat hier nog uit gaat komen. Maar dit kan nog wel eens heel interessant worden. Ik denk dat daardoor ook heel veel informatie naar buiten gaat komen. Daarnaast wil ik het ook nog even kort hebben over een bericht wat ik vanochtend nog gedeeld heb van Stormrider. Ik heb altijd zoiets van kijk gewoon wat voor jou, hoe het resoneert of niet resoneert. Maar ik vond dit wel heel interessant. Dit gaat eigenlijk over meneer Z, meneer Zelensky natuurlijk in de Oekraïne. En trouwens, het eerste bericht gaat ook over dat er steeds meer naar buiten gaat komen over de steek. En dat er ook bepaalde klokkenluiders nu naar voren gaan treden. Maar er staat ook over dat het eigenlijk zo goed als afgelopen is. Dat het in vrije val is in de Oekraïne. En dat ze eigenlijk ook hem weg willen halen. Zelensky weg willen halen en dan in Florida willen hebben. Ik zag er al wat berichten voorbij komen. En dat dit eigenlijk ook het ineenstorten van de NAVO zal zijn. Ik moet even wat meer wegklikken. Van de NAVO zal zijn. Want ja, als Oekraïne eenmaal valt, dan valt eigenlijk alles in zekere zin. Ze hadden natuurlijk gehoopt dat ze via de Oekraïne nog heel veel geld tot hun beschikking zouden krijgen. En dan daar weer op konden bouwen. Maar ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet door. Die hele verhaallijn is helemaal in elkaar geklapt. Dus ik zie ook niet zoveel gebeuren meer op dat vlak bij de Oekraïne. Amerika kwam al naar buiten met dat er waarschijnlijk slecht nieuws zal zijn over de Oekraïne. En er gaat ook geen geld meer die kant op. Want de Republikeinen zijn dwars gaan liggen in Amerika. En hebben zoiets van, we gaan daar geen geld meer aan geven. Terwijl we zelf bestormd worden via onze eigen grenzen. Ik denk dat dat nog wel heel interessant zal worden. Maar ik denk dat het verhaal van de Oekraïne vrij snel... We weten natuurlijk niet de tijd, maar dit loopt eigenlijk gewoon af. Dus ik ben wel heel benieuwd of meneer Z nu ook nog in Amerika gaat belanden of niet. Of dat hij toch nog, want er waren ook vanuit Rusland interesse om hem zeg maar dan te begeleiden. En alle informatie die hij natuurlijk heeft dan ook naar buiten te brengen over wie daar nu echt achter zitten. En welke belangen er nu echt spelen met de Oekraïne. Maar dat is gewoon even afwachten. Ik vond het in ieder geval heel interessant. Daarom deel ik het ook. Maar zoals ik al zeg, kijk gewoon wat resoneert en wat niet, laat dat gewoon lekker naast je neerleggen. Waar ik in ieder geval in deze video naar wil gaan kijken is in Frankrijk. De boeren daar, die laten even van zich horen. Die zijn niet zo blij met wat er allemaal gaande is. En ik kwam hier een BNN.network, dat is een artikel over dat ze niet blij zijn met dat allerlei producten worden geïmporteerd. En daardoor dat ze dus voor hun moeilijker wordt om rond te komen. En ze zijn nogal flink bezig. In Frankrijk gooien ze gewoon massaal allerlei banden op snelwegen. Ze zijn flink met mest aan het strooien geweest. Er was ook nog iets bij een McDonald's, las ik. Dat eerst verkeerd werd geïnterpreteerd, want ze dachten dus dat dat iets had te maken met het Midden-Oosten, maar dat was helemaal niet zo. Zij hebben daar mest zitten dumpen bij de McDonald's, want het ging er hun om dat er te weinig vlees van, zeg maar, Franse bodem wordt aangekocht door McDonald's. Dus daar waren ze heel ontevreden over. Dus ik wilde gewoon even kijken naar de energie van de boeren in Frankrijk. Want die zijn nu flink aan de slag. En natuurlijk in Frankrijk, heb ik al vaker gezegd, daar zijn ze eigenlijk ook, ze zijn het minste geringste en dan staan ze al op straat. En op zich is dat prima, maar vanuit welke energie doe je het en heeft het veel, daadwerkelijk veel effect? Dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Ik zal even kijken of ik nog iets anders had gevonden. Volgens mij niet. Nee, dat was het stukje. Oké. Frankrijk. De energie van Frankrijk en de boeren in Frankrijk. We hebben hier
8 van pentakels. Daar wordt hard aan gewerkt. 9 van staven. Oude pijn als centrale kaart. Ik denk dat ze daar ook helemaal zat zijn. Deze rakker in het verleden. Dus de duivel in het verleden. De ster onder staven 9. Ridder van pentakels in de toekomst. En de maan. Het zal dus nog niet helemaal duidelijk zijn welke kant het op gaat. Maar daar zit ook een plan achter. Dat is niet voor niets. Ze worden ondersteund. Dus de boeren worden waarschijnlijk vanuit de witte hoeden ook op een bepaalde manier gesteund om dit neer te zetten. Maar er wordt heel hard gewerkt vanuit de boeren ook. Die gaan dit absoluut niet meer pikken in Frankrijk. En ik denk dat dit ook weer andere boeren in andere landen ook weer in gang zet. Ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk elkaar ook weer, ja, hoe noem je dat, die vlam weer even opwekt. Dit heeft met hele oude pijn te maken. Ook in Frankrijk, eigenlijk overal ter wereld, worden boeren gewoon volledig, ja, in een hoekje gedrukt. Gewoon eigenlijk dat ze bijna niet meer rond kunnen komen. Het wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ik had laatst nog weer iets gedeeld over dat er dus boeren hier in Nederland dingen hadden aangepast voor het klimaat. En nu blijkt dus dat ze veel minder geld daarvoor krijgen. Dus uiteindelijk is het weer een strop. En daar komt het keer op neer. Dus hè, de regering hier, dan heb ik het even over Nederland, zegt dus als je nou dit en dit en dit allemaal doet, dan krijgen jullie geld van ons, subsidies. En dan blijkt dus, hè, als ze dat al gedaan hebben, dat ze veel minder geld krijgen. Wat betekent dat ze dus weer uit eigen zak hebben betaald. En of je er veel beter van wordt, dat is nog maar de vraag. Maar dat treiteren gebeurt overal. Dus ook in Frankrijk worden er steeds meer producten ergens anders vandaan gehaald. Ook om echt van die boeren af te komen. Want daar is eigenlijk dezelfde agenda gaande. Ze willen gewoon voedselproductie in handen krijgen. En ze willen de grond. Daar willen ze weer van alles op gaan bouwen. Dus wat dat betreft, maar er is een plan. Ze worden beschermd, maar het is nu nog niet helemaal zichtbaar hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat dit ook weer allerlei dingen in gang gaat zetten. Zeker met de Ridder van Pentakels. Dus een plan dat uitgerold wordt. En ik denk ook dat er zoveel mensen en zoveel boeren gewoon wereldwijd en ook in Frankrijk het spuugzat zijn. Hoe ze behandeld worden. Hoe er met ze wordt omgegaan. Dus ik denk dat we hier nog wel wat interessante dingen over gaan horen. We zien natuurlijk in de media helemaal niets. Dat wordt echt heel bewust helemaal stilgehouden. Dit zijn echt clips die meer op de onafhankelijke media worden gedeeld. Maar dat zegt ook al genoeg dat dat stilgehouden wordt. Dat een heleboel van die mensen die opkomen voor hun rechten en voor van nou dit moet gewoon ophouden. Dat wordt gewoon stilgezwegen in de media. Er wordt geen aandacht aan gegeven. Maar ik denk dat de boeren in Frankrijk nog wel even van zich laten horen. Die zullen zich zo ook niet zo snel aan de kant laten zetten, is mijn gevoel. Ik wil niet zeggen dat andere boeren dat wel doen hoor. Maar Frankrijk is er gewoon meer die om gelijk huppakee op te staan. Ik wil niet zeggen dat dat meer voor elkaar krijgt. Want we weten natuurlijk nog wel alle onrusten die geweest zijn in Frankrijk. En Macron zit er nog steeds. Dus uiteindelijk heeft dat niet zo'n effect. Ik heb altijd, volgens mij gaat het erom in welke energie je dingen ook doet. Dus als je het vanuit frustratie, woede gaat doen, heel begrijpelijk. Alleen daarmee laat je je ook weer manipuleren. En hè, duister kikt op lage trillingen. Woede, frustratie. Vinden ze helemaal geweldig. Ze vinden het helemaal prima als je daarop gaat reageren. Maar als je eerst zelf die woede doorvoelt, dat stuk gaat helen en dan vanuit je kracht jezelf neer gaat zetten, dan zal je op een hele andere manier, een hele andere energie uitstralen. En dan kunnen ze eigenlijk ook weinig. Dat zie je ook aan als mensen meer vredelievender in zekere zin zijn. Het is misschien een beetje een raar woord, maar meer in hun kracht bepaalde dingen naar buiten brengen. Dan zie je ook dat daar op een hele andere manier op gereageerd wordt. Of dat ze proberen natuurlijk ook in het begin, zeker met toen mensen opkwamen voor hun vrijheid ook, met alles wat er gaande is de afgelopen bijna 4 jaar. Dat als mensen niet ingingen op dat die stenen werden er neergelegd, er werden ook dingen gedaan om mensen uit te lokken. En als mensen daar niet op ingingen, konden ze ook niet goed reageren. Want ze hebben natuurlijk ook iets nodig van de ene kant. Daarom zetten ze natuurlijk ook allerlei mensen in om juist te laten escaleren. Want dan kunnen ze hard optreden. En dat geeft weer nog meer frustratie en nog meer woede. En daar kikken ze eigenlijk op. Hè? Daar leven ze op.
Dus dat is hun tactiek altijd geweest. En als mensen daar niet op ingaan, dan wordt het een beetje moeilijker. Want dan zie je dus een gigantische overreactie vanuit bijvoorbeeld de politie of vanuit bepaalde groepen die daar neergezet worden om dan de orde te houden. En dat wordt natuurlijk dan uitgezonden en gezien dat daar dus totaal iets niet klopt. Dus zij hebben ook frustratie en woede nodig. Dus het is even afwachten hoe dat hier nu in Frankrijk verder gaat. Maar ik heb het gevoel dat dit nog zeker niet het laatste is wat we gaan horen van de Franse boeren. Ik denk dat ze dingen nu in gang gezet hebben. Maar het belangrijkste, als je dingen neer wilt zetten, doe het vanuit kracht en balans in jezelf. Woede is een hele krachtige energie en dat zet je ook in beweging. Maar als er heel veel woede bij, als het een bijna een soort agressieve vorm wordt, dan wordt het eigenlijk alleen maar tegen je gebruikt en word je daarin alleen maar gemanipuleerd. Dus dat wilde ik nog even meegeven. Nou, hopelijk tot een volgende video. Dag!